Was je een soort de witte figuur? Uh, <laughs> nee, ik was, ik was al van jongs af aan eigenlijk vrij in mijn eigen wereld te ja. vrij aan het schrijven en aan het tekenen. En ik was eigenlijk al scenario's aan het verzinnen toen ik denk ik vijf of zes was of zo. Dus je wist al. Ik wil regisseur worden. Of iets in de cinema. Of iets in de, in de mediawereld. Het is begonnen met acteur. Dus ik wil eerst acteur worden. En ik had eigenlijk aan mijn moeder gevraagd om een camera te huren van een van haar vriendinnen, uh, zodat ik die kon gebruiken. En zodat ik samen met mijn broer eigenlijk filmpjes kon maken waarin dat ik de scenario's schreef en ook zelf acteerde. Hoe oud was je toen? Oh, toen was ik uh, zeven, acht, ja. negen.